vorige keer in Henkie zijn leven. Leven, leven, leven. Abonneer! Ah! Henkie! Ah, dat deed zoveel pijn. Waarom lig je hier? Hou, gauw, jongen. Ah, ik had tegen mijn hoofd. Gaat het met u? Wat is er gebeurd? Pak de reanimatiespullen. Pak Lucas! Wie is Lucas? Oké, Gerard, wat moesten we nou pakken? Ik ben het vergeten. Koppelamp. Volgens mij niet, hoor. Of een wiel. Volgens mij was het een wiel. Ik pak wel gewoon een wiel. Ik heb even mijn wiel. Ja, is goed. Klik hem omhoog, ik doe deze kant. Gerard, doe jij het voorwiel, ik doe het achterwiel. Hey, Francesco, hebben we wel een nieuwe melding? Nee, het is een beetje rustig nu. We kunnen wel een melding maken. Aan de kant. Oké, we hebben een nieuwe melding. Francesco, we hebben zo kan ik ook wel weer krijgen. Zo, wat oké. Is er niet goed? Wacht, eigenlijk moet ik hem even kapot rijden, maar dan kunnen we hem weer maken. Dat is een goeie. Dat is een goeie, hè. Kijk. Hey, niet tegen bouw. 2 tikkies. 3 tikkies. 4 tikkies. Nee, okay. Is hij wel goed. Nee, want hij rookt. En... Oh jee. Dat gaan we wel even een factuurtje voor u opschrijven. Ik wou zeggen. Een factuurtje. Jullie hebben een factuurtje, oké? Ho, ho. Even wachten. Rijdt mijn collega's auto kapot, meneer. Ja, daarom, want dat heb jij toch echt gedaan? Volgens mij alleen maar mijn uren. Dit is de tweede keer dat ik u tref dat u een auto kapot maakt. Ik heb helemaal geen... Mijn auto, weet je dat? Ik heb helemaal geen... Mijn auto, weet je dat nog? Nee. Nee, ik wil dat ik met mijn schadevergoeding kan betalen. Hé hey Henk, ik vraag me eigenlijk af, herken jij mij nog? Ja, jij hebt net de boom aangereden. Nee, dat andere. Jawel, jij hebt net de boom aangereden. Nee, ook. Jij hebt net de boom aangereden. Wat dan? Dat is echt een maand geleden. Ik kan mijn vinger niet uitsteken, ik denk dat ik beperkt ben. Hé, hey, ja? Henkie. Ja. Henkie. Kijk, mijn auto hè, is nu aan het roken de tijd. Ik wil er wel wat voor terug. Ja, we gaan het voor u maken, maar dan gaan we wel een factuurtje sturen. Dus, Gerard, ga je mee? Goed. Ja, oké, is... Kom, Gerard. Ik ben Gerard niet. Gerard, je zat hier. Sorry, ja, lijkt zo erg op. Ja. Ik sta hier achter jou. Nou, ja, ik had het al door. Maak jullie hem voor mij? Ja, we gaan hem maken en sturen een factuurtje. Ja, ik denk dat het beter is als we weg gaan uit blokken. Meneer. Ja, Henkie, we moeten er even van blokken. Henkie. Nou, meneer, een fijne dag. Succes. Ik heb mijn auto kapot gemaakt. We kunnen er even door. Een fijne dag, meneer. Hij is mijn auto opgelost. Ja, leuk. Kijk, wat een mooie auto is het weer. We hebben een verrassing voor jou gedaan. Wat is het dan, de verrassing? Dat hij weer is gemaakt! Oh, ja. Wat leuk! Dank jullie wel! Alsjeblieft! Wat fijn dit! Jongens, we moeten sneller... Hebben een melding! Die boze man was hier net weer. Die boos werd op jullie. Oh jee. Hé, hey, ik heb een melding gemaakt! Nou, dan gaan we jongens, niks aan de hand, stap in! Hey, idioten! Wat ben je bij mij? Idioten! Hé, pas eens op, joh! Niet schreeuwen, joh! Dat is een politieagent, daar moet je respect voor hebben! Oh, dat is dat een fijn van die auto! Die had geen respect voor ons! Wat doe je nou? Ik spuug in je gezicht. Hoezo? Dat is vies, Toon. Dat is vies. Op je bril. Ja, maar dat is vies. Niet. Dat is vies. Dan zet je hier ruitenwissers aan. 500 likes en dan gaat Henkie de zee in. Dan ga ik de zee in. Maar gaan we hem de zee in gooien? Nee, hij springt er zelf in. Ja, dan kan ik heel goed. Rijd er maar heen. Ja, we gaan hier zo meteen gewoon even links. Dan gaan we door de hele dingen zijn. Henkie. Ja? Dan doe jij de zwaailichtjes aan. Ik doe de zwaailichtjes van. Dan kunnen we doorrijden. Ze staan aan. Toppie. We kunnen er vol, meneer. Oh, gek! Jezus, waarom moet je dat nou weer doen? Die oude mannen zijn al zo vergeten. Jullie wouden snel, toch? Naar rechts. Naar rechts. We moeten toch links, hè? Oh ja, links. Of, naar links. Links. Zeiden we toch. Waarom ga je naar rechts, bijna? Krijg je iets allemaal warm, jongens? Nee. Jij wel, hem. Zo krijg je het dan warm? Ja, gewoon lekker die temperatuur in deze lekkere bus. Oh ja, ik denk dat de Toos is die scheet heeft gelaten. Heb jij scheet gelaten, Toos? Ja. Hé, helikopter! Helikopter! Rij me op! Helikopter! Wat leuk! Nou, daar gaan we. Maar dat is niet zo hoog. Nee, maar dat maakt niet uit. Oké, moet ik eerst? Ja. In de sloot, zeiden we. Wij hoeven niet. Henkie. Ja? Henkie. Ja? Ik krijg het door van mijn collega dat de politie jou zoekt bij de ANWB. Hoezo zoeken ze me bij de ANWB? Ja, dat weet ik ook niet. Oh, van die man weet ik. Ik ga vlucht in het water. Daar komt ie. Daar komt ie. Henkie, ik hap alleen. 1, 2, hoppakee. Zo, dankjewel. Ik dacht dat ik al ging, maar ik strekkelde gewoon. Nou, volgende aanloopje. Oké, dan ga ik het nog een keer proberen. Zijn jullie klaar voor, jongens? 3, 2... Wacht, stop eens. Ik kan je op het randje staan. Oké, 3, 2, 1. Ja, kom maar. Au, Gerard. Oh nee. Hey, ik heb een proces van al gekregen. Illegaal parkeren. Oh, jezus.
Ja, ik ben ervoor. Ik wou de mooiste daarvoor een shot. Toosje, moet jij ook eventjes, hè? Nee, dat was Toosje, jouw beurt. Ik heb het. Oh! Waar is Gerard? Gerard terug, kom nou terug. Ik struikelde. Meneer, het is uw beurt nu. Zo. Oh nee! Toos, kan je wel zwemmen? Kan Toos wel zwemmen? Toos, waar is de AWB'er? Jongens, waar is de AWB'er? Oh, die zie ik. Waar is de AWB'er? Oh, die zie ik. Meneer, gaat het met u? Meneer, wat gebeurt er met jou? Moeten we hem redden? Meneer, moeten we een ambulance voor u? Meneer, kom er nou eens uit. Dit is een beetje kinderachtig wat hij nu doet. Dat is een beetje kinderachtig wat hij nu doet. Hoppakee, nog een keer. Nee, daar gaat hij nu! Rijd ik goed? Doos rustig. Je rijdt helemaal top, joh. Oh, sorry. Oké, zullen we even kijken waarom de politie mij zoekt bij de AMB, wat er aan de hand is? Ja, dat is goed. Dan gaan we even kijken. Oh nee, daar staat de politie nog bij de AMB. Oh jee. Ik ga wel mijn auto weghalen, er is niks aan de hand hier. Zo, dit ga ik wel even met ze regelen. Hallo, troepfeiters! Niks aan de hand, joh. Wie van jullie is Henkie Monteur? Ik! Dat is hij daar. Oké, meneer. Dan krijgt u een procesverbaal. Maar meneer, ik heb het over die daar. Zijn auto werd afgeslept door de AMB. Dus eigenlijk moet u een bekeuring krijgen. Ja, ik heb hem echt niet daar neergezet, dat is de link. Ziet u dit bord? Dat betekent parkeren. Maar dit bord is niet voor de AMB. Dat betekent ook voor de AMB. Wel voor die auto. Nee, zeker dat bord betekent dat er twee mensen op dat bord kunnen parkeren. Weg. Nee, je kunt toch zien dat hij op de stoep staat. Onze auto staat op de parkeerplaats. Meneer, die auto niet. Ik heb nu een procesverbaal gekregen. Kijk, zo kun je een auto. Waarom heb ik die ontvangen? Ik heb hem helemaal niet hier neergezet. Dat heeft de AMB gedaan. Die ging hem afleveren. Die bracht hem hierheen. En dan kreeg ik een procesverbaal. Het slaat toch nergens op dat dit gebeurt. Henkie, ik heb medelijden met je. Meneer. Ja, snap ik. Maar meneer de agent, u parkeert hem zelf op de stoep. Ja, meneer, dat wordt eenmaal procesverbaal. Ik wens je succes met uitschrijven. Nee, dat ik maak een grapje, natuurlijk ga ik dat niet doen. Maar wat is het probleem? Nou, het probleem is die auto. Madame Poesie! Hallo! Toos, rustig aan. Meneer, u gaat gewoon even naar de overkant toe. Je gaat dan nog naar de overkant toe. Je mag is je eerste vordering om naar de overkant te gaan? Ik vind dat nummer helemaal niks, de overkant van Suzanne Freek. Ik vind dat helemaal niks. Suzanne, oh mijn god. Ja, dat luisteren ze toen maar gek in een hoekje zitten huilen. Ja, gaat u maar goed. Even dat inderdaad doen. Maar krijg ik nou nog steeds een procesverbaal? Ja, dan moet u maar aanvechten. Op de achterkant kunt u in bezwaar gaan, weet u nog? 450 euro! Nou, ik ga jou een tikkie sturen, oké? Althans, jij moet het vergeten. Ik ben een C-ontstop, heb je mijn auto zogenaamd uitgeprekt. Zo, dankjewel. Oh, wat is hier allemaal gaande? Nog meer agenten. Jemig. Ja. Goeiedag, meneer agent. Hallo. Hallo. Wat komen jullie hier doen? Hebben jullie het koud of zo? Het is heel gek dat jullie nou met de korte mouwen lopen gekken. Ja. Maar kijk, wij zijn harde werkers. Ja, het is net als die man van de AWB, is ook een harde werker. Dat kan je gewoon zien. Nou, jij niet. Moet jij zeggen, jij staat hier op de stoep. Jij gaat mijn auto de kaap beuken dan. Ja, Toos, jij sloeg zijn auto. Ik heb geen enkele auto geslagen. Ga je met de wc ontstoppen en dan rij ik weg, flikken mee de deur eruit. Dat was de bedoeling. Nou, jullie doen ook niet zoveel in deze stad. Je ziet al duidelijk dat de stad helemaal geen politie nodig heeft. Ja, het is zo veilig hier. Dan ga ik wel in deze auto er verdooien, niks aan dat. Dat is berg. Hij zit op slot. Je wil niet te ver op zijn rempels in, zomaar. Ze duwde hem op de grond. Ze duwde hem op de grond. Nou, wat in pullenbakken zijn jullie, agent. Jullie moeten beter weten. Oude man op de grond duwen. Je moet een oude man natuurlijk op de grond slaan, joh. Dat snap jullie toch ook zelf wel? We zullen het de volgende keer goed doen. Volgende keer beter doen. Nou, dan ga ik er wel weer vandoor. Is dit ding wel apparaat? Ik weet niet of dit goed gekeurd is met al de karton eromheen. Natuurlijk is dit goed gekeurd. Fijne dag verder zo. We spreken elkaar later. Doei! Fijne dag! Zo, nou. Niks aan de hand. Het was een leuke, gezellige dag zo. Met iedereen. Ah, het kon geen leukere dag zijn eigenlijk. We hebben helemaal de AMB dingen gedaan, hè? Horen jullie die sirenes ook? Oh, er zit een agent achter me! Oh, nee! Oh, achtervolging! Dit is het spannendste moment uit mijn leven. Achtervolging, daar gaan we. Dit kan toch niet. Ze kunnen me niet voor een reden aanhouden. Ik heb helemaal niks misdaan. Ga slingeren. Oké, dit gaan we overleven, kijkers. In de politieachtervolging. Hoppakee. Joris, gaf het stoepie. 1, 2, hoppakee. Daar zijn ze. We moeten aan de kant, we moeten doorrijden. Niks aan de hand. Dit gaan we overleven. Oké, let op. Hier, langs het ziekenhuis. Zo, en let op, dit verwachten ze niet. Chuckles! En dan keren we nog een keer om! Die verwachten ze ook niet! En dan keren we nog een keer om! Die verwachten ze ook niet! En dan keren we nog een keer om!
En ah, daar hadden ze verwacht dat ik nog een keer omgekeerd, hè? Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Oh, wat een sukkels zijn het ook. En dan gaan we niet hier weer in. Dan gaan we niet weer in en dan zijn ze achter ons aan. Nou, wat gezellig dit, hè? Wat een gezellige achtervolging zo. Kijk, en dan denken ze dat we zo gaan. Dan gaan we zo. Maar dan gaan we nog een rondje maken. Nou, en dan gaan we hier weer in. Nou, wat gezellig dit. Zo krijgen we nooit te pakken zo. Oh. Au. Ah. Ah. Oh, er zijn drie auto's. Yes. Hier spreekt politie, Anne. Zijn vuurwapens gericht. Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Hoezo schieten? Ik wil dat jij je sleutel van de auto uit het raam gooit. En dat jij uitstapt met je handen omhoog. De motor is uit. Zo. Goed zo. Mag je uitstappen met je handen omhoog? Maar ik heb wel last van mijn rug. Zo ja, handjes in de lucht. Handjes ja, in de mag lucht. Je drie stappen naar links doen? Naar links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, ze krijgen me nooit te pakken. Rennen, 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 rennen. Oh, ze krijgen me nooit te pakken. Oh, nee. Kom weg, kom weg. Nee. Oh, mijn wolfje wordt gechased. Wat doe je nou, jongen, Henk? Die is toch zo niet nodig? Waarom deze jullie me nou, joh? Naar je wegren. Ja, dat was toch leuk? Nee. Die zijn ook gevaarlijk. Ja, jij rijdt is het misschien nog wel gevaarlijker, man. Goed, je bent aangehouden voor het doorrijden na een ongeval en vluchten voor de politie. Je hebt recht van advocaat. Als je deze niet kunt veroorloven, kunnen je toegewezen krijgen van de tram. Aanrijden naar aanrijding en vluchten voor de politie. Aanrijden naar aanrijding. Hey, top, Jan. Goed werk. Aanrijding naar aanrijding? Doorrijden naar aanrijding, sorry. Aanrijding naar aanrijding. Top. Gaat dit met die agent? Geen idee. Hij reed ook op de verkeerde kant van de weg, hè? Hij is niet zo slim. Dat snap ik, oké. Okay. Ik ga je even voor je renken, heb je scherp voor meneer me. Monteur, nee. Het is ongelooflijk. Ik heb een hamer, maar ik ben monteur, dus die is natuurlijk goed. Heb je gezien wat je onze collega's hebben aangedaan? Ja, hij reed op de verkeerde kant van de weg. Oh, wacht, nee, was ik, laat maar. Nee, dat jij snap rijdt ik. Als een idioot. Ja, dat snap ik. Ja. Henkie, heb jij een rijbewijs? Ja, tuurlijk heb ik een rijbewijs. Mijn rijbewijs mag ingenomen worden. Ja, wacht even. Nou, die heb je überhaupt niet. Heb ik die niet? Nope. Dus ga je nou te zetten, pas op voor je hoofd. Oh, ik dacht dat ik een rijbewijs had. Oh, ze zijn erachter gekomen. Heeft ook geen rijbewijs. Nou, dat is eigenlijk poging tot doodslag, hè? Poging tot doodslag? Daar kunnen we het wel onder neerzetten. Ja, rijden zonder rijbewijs, poging tot doodslag. Nou, ja. Zware mishandeling. Zware mishandeling! Ik heb helemaal niemand iets kwaad gedaan. Nou. Oh, ze zijn achter mijn rijbewijs gekomen, kijkers. Dus. Zouden die niet meer kunnen afzetten bij Blokkenpark? Nee. Kunnen jullie ons meteen wel afzetten, misschien bij de gevangenis? Bij de gevangenis? De chocola is lekker, jongen, die we hebben gekregen van ons werk. Hebben jullie chocola gekregen? Van de baan. Ja, natuurlijk. Mag ik ook een stukje? Nee. Hoezo niet? Omdat je onze collega net iets hebt aangedaan. Ik heb jullie collega helemaal niks aangedaan. Nou, je reed frontaal op hem in. Ja, hij reed frontaal op mij in. Nee. Het is een 50% situatie dit. Hij heeft 50% fout gedaan. Hij reed op de goede rijbaan, jij niet. Signaal, ja, maar zijn auto reed toch ook tegen mijn auto. Net zo goed als dat mijn auto tegen zijn auto reed. Ik ga geen discussie voeren. Hoezo niet? Als je technisch de kant bekijkt en praktisch de kant bekijkt, heeft zijn bumper net zo hard mijn bumper aangeraakt. Goed, ik ga je te boeien halen. Ja. Mag je even je handje tegen de muur aanzetten? Ja, ga ik doen. Hallo, we hebben meneer zijn auto even meegenomen richting hier. Henkie, je mag bewegen. Ja. Oh, ik mag binnen buiten. Nou, dankjewel. Henk-Jan. Jij, ik heet Henkie, niet Henk-Jan. Ik heet Henk-Jan. Dan heeft hij de verkeerde. Je moet u hier binnen zitten. Wat nou, even, wat heb je allemaal gedaan, hè? Niet zoveel. Ik heb per ongeluk iemand aangereden. Door een aanrijding en vlucht voor de politie. Wat zie jij er nou hier uit? Goeiedag, meneer Monteur. Wat ziet u er hier uit? Wat heb je nou weer uitgespookt? Ja, niet zoveel. Ik heb per ongeluk iemand aangereden, per ongeluk doorgereden, per ongeluk voor jullie weggereden, per ongeluk een agent voor jullie aangereden. Wat heb je nou aan? Ja, dat dacht ik ook. Laten we hem uitlachen. Ik noem een vrije tijdsoutfitje aan, hè? Wat gebeurt er? We krijgen een 1-2 melding binnen. Oh, we moeten gaan. Snel. Ja, nee. Wij blijven rustig hier. Oké, je celstraf is in totaal 13 maanden. 13 maanden? Ja, dat is flink veel. Maar je had ook gewoon normaal... Je had meteen moeten stoppen, man. Je had niet eens iemand moeten aanrijden. Oh, ja, dat had ik toch ook niet door, joh. Moet je nog een verklaring afleggen waarom je het hebt gedaan? Donuts? Dan ga ik even vragen of jij door de DI getransporteerd kan worden of niet. Dan ben ik zo weer terug. Ze hebben niet mijn lasapparaat afgenomen, die heb ik namelijk verstopt. Ik heb namelijk geheime Henkie zakjes waar die ze nooit kunnen vinden. Ik weet niks aan doen. Wat? 13 minuten celstraf. 13 minuten. Dat vind ik helemaal prima. Ik zie jou over 13 minuten zijn we weer vrij. Nou, meneer, stuur me maar. Ik vind het prima.
Tot de volgende keer. Dankjewel voor deze celstraf. Ik ben er even niet bij vandaag. Wens ik u voor de rest nog een hele fijne dag. En ja, nou, tot over een kwartiertje. Man. Tot over een kwartiertje. Fijne avond. Zelfde. Zo, we zitten voor 13 minuutjes in de gevangenis. Nou, dat is ook niks hoor. 13 minuutjes maar. Nou, dat kunnen we makkelijk overleven. Ik heb wel een paar wonden, dus ik moet even langs het ziekenhuis hier binnen. Zo, gaan we even kijken of we geholpen kunnen worden. Want ik heb wel echt heel erg last van mijn rug en zo, hè. Want ze hebben me gewoon getaste, kijkers. Oh, nu zitten we in de gevangenis. Dat is ook niet handig. Hallo, is hier een dokter? Is er een dokter in de zaal? Nee, er is geen dokter in de zaal. Nou, kan ik ook niet geholpen worden. Oh, maar gelukkig is het niet zo lang. Gelukkig is het niet 13 maanden. Maar goed, kijkers. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden. Maar dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Abonneer allemaal eventjes. We gaan voor 2000 likes. Hoop dat dat gaat lukken. Dank jullie wel voor het kijken. Ik spreek jullie later. Glaasje water telt tot 4 flesje bier. Doei! Yeah.